Vandaag in Theaterstoep vond er hier een gesprek plaats tussen ministers, burgemeesters en jongeren uit Nissewaard. Het gesprek ging over de steekincidenten in verschillende gemeentes. Kunt u uitleggen met wie er vandaag allemaal gesproken is? Nou, we hebben vandaag bezoek gehad van twee ministers. Minister Dekker, dat is de minister voor rechtsbescherming. En minister Grapperhaus, dat is de minister van Justitie en Veiligheid. En daarnaast hebben we een flink aantal burgemeesters op bezoek gehad. Denk aan de burgemeester van Rotterdam, de burgemeester van Zaanstad, de burgemeester van Smallingerland. Mijn collega burgemeester uit Ridderkerk, met wie ik samen ook een actie opgezet heb om dit ook mogelijk te maken. Dus daar was ik heel trots mee. En daarnaast zag ik ook een goede en stevige vertegenwoordiging van de politie en het Openbaar Ministerie. En waarom zijn de andere burgemeesters ook hier zo? Nou, dat zijn allemaal burgemeesters die ook te maken hebben gehad, net als wij hier spijtig in Nissewaard, met hele nare en heftige steekincidenten. Die tussen jongeren hebben plaatsgevonden, kinderen eigenlijk, 13, 14, 15 jaar. Een veel te jonge leeftijd om überhaupt na te denken over messen, laat staan ze met je mee te dragen, laat staan ze ook te gebruiken. En ja, die incidenten, we hebben ze hier gehad, we hebben ze bij de metrostations in Spijkenisse gehad, dat is erg genoeg. Maar je ziet het is niet uniek voor onze gemeente, je ziet het door het hele land. En die burgemeesters hebben zich even verenigd hier vandaag om over dit probleem te praten. En worden misschien de maatregelen die ook hier gelden, nemen andere burgemeesters dat mee? Nou, wat ik heb gedaan is verteld over hoe wij het hier in Nissewaard doen. Collega's hebben mij ook weer ideeën gegeven hoe zij dat in hun gemeente doen. Die neem ik mee. Mijn medewerkers zullen er ook naar kijken om te kijken, kunnen we dat gebruiken om ook hier in te vullen. Daarnaast hebben we ook weer ideeën, heb ik zelf ook ideeën aangedragen naar de Rijksoverheid, naar de ministers. Die dat ook weer zullen meenemen en op die manier proberen elkaar te versterken. En we blijven daar ook goed met elkaar over in contact, want dat is er belangrijk genoeg voor. Het is niet zo dat in één keer het beleid of de aanpak volstrekt anders is van vandaag op morgen. Zo werkt het niet. Veel zaken moeten dan uitgezocht worden, nader bekeken worden. Maar je kunt echt heel veel van elkaar leren op dit punt. Wie vertelt wat over wat we hebben meegemaakt? Nou, ik vond het in ieder geval heel erg interessant en ik zou eigenlijk blij zijn als we in het vervolg ook hier eigenlijk verder mee kunnen helpen. Over het plan, normaal vond ik een goed idee, alleen ik heb daar nog wel mijn enige vraagtekens bij, aangezien natuurlijk drillrap en et cetera blijft natuurlijk wel gewoon hangen. Of dat dan eigenlijk, wat er dan eigenlijk net bovenuit steekt, zodat het misschien wel gaat helpen of misschien tegen gaat helpen. Wat is jou bijgebleven? Het was een hele leerzame beleving. Het is echt bijzonder om eigenlijk iedereen bij elkaar te zien en ze allemaal te zien discussiëren. En ik heb verschillende standpunten ook gekeken, vanuit verschillende standpunten bekeken en het is me veel bijgebleven. En is er dan één ding waarvan je zegt, ja, dat vond ik wel het beste idee? Op scholen. Persoonsgericht te fouilleren en in contact te komen met de leerling. Een beetje vertrouwen opbouwen tussen de leerling en de coaches op school. Ja. Wat ook positief kan. School is een belangrijke plek, hè? Ja. Jullie gaan allemaal naar school. En, dat is. Je hebt al die andere burgemeesters gehoord. Hè? Als je nou jouw burgemeester nog een advies mag geven, iets wat je van die andere burgemeesters hebt gehoord. Wat ik hoorde van de heer Aboutaleb vond ik wel echt een hele goede. Is door gewoon leerlingen waarvan ze weten, die hebben ervaring met messen of andere wapens, om die echt als het ware bij hun nek te pakken en gewoon beet te grijpen en daar bovenop te gaan zitten. Ja. Ik denk dat dat wel een hele effectieve manier is om dat tegen te gaan. Persoonsgericht aanpakken. Ja. Ik vraag me alleen af of het idee van meneer Aboutaleb over boete over van 2500 euro wel zo'n goede werking zou hebben. Want de mensen die, zoals jullie allemaal eigenlijk al zeiden, verkeerden vaak wel in een sociaal-economisch achterstand eigenlijk. En als ze dan zo'n geldsom op hun hoofd eigenlijk zetten als het ware, of dat dan niet ervoor gaat zorgen dat ze juist in nog meer criminele praktijken gaan. Je bevestigt het beeld alleen maar wat die mensen hebben van politie en justitie. Ja, en je hoorde mij daar ook beleefd wat tegendruk op geven. Want daar heb ik met Aboutaleb wel discussie over. Ik denk, het zijn vaak gezinnen waarin toch wat wij noemen meer problemen spelen, multiproblematiek. Inderdaad, vaak sociaal-economisch toch in de hoek zwak.
Die help je niet direct door ze nog eens een keer een boete op te leggen die ze waarschijnlijk ook niet kunnen betalen. Ik ben heel erg ervoor, en dat was dat eerste punt wat je noemde, om ook die gezinnen, dus niet alleen de ouders, maar ook echt goed erbij te betrekken in die problematiek. Ja, het is natuurlijk wel inderdaad een stukje bewustwording. Ouders zijn waarschijnlijk ook bewust van dat hun kinderen slechte daden plegen. Mm-hmm. Alleen een stukje dat dan de ouders de soort van de straf krijgen, is, vind ik persoonlijk niet echt rechtmatig. Dat een kind moet eigenlijk die bewustwording krijgen. En dat doen we inderdaad door wat bijvoorbeeld nominaal betalen zijn, waar Voort van Oost ook eigenlijk positief over was. Dat we dan echt dat kind pakken eigenlijk en dan gewoon hun preventief gaan fouilleren om een soort van irritatie te creëren, mm-hmm, bij zo'n kind. Ja. Om te denken van nee, ik wil het niet meer en om dat eigenlijk zo te stoppen. Hm? Ja, dat is inderdaad wat anders straf je de ouders natuurlijk. En inderdaad, als ouders het financieel al niet zo gek breed hebben, dan zijn ouders alleen maar de dupe van. En dan merkt een kind er eigenlijk vrij weinig van. Tegelijkertijd zei burgemeester Abu Talib van, er zijn ook gewoon ouders die het gewoon goed kunnen. En die zeggen, mijn zoon moet al best dagen. Ja, en die dus te weinig doen om ook vanuit huis te zeggen, ja, dat kan gewoon niet. Ja, dat klopt. En dan zou je dus zeggen dat het terecht is dat die wel een boete zouden krijgen. Alleen dan zouden dus de ouders die het daar niet mee eens zijn, die zouden dus de boetes moeten betalen, ook voor Jan. Dus je kan wel zeggen, uiteindelijk ligt dat een beetje krom. Ja. Je kan wel zeggen, dat kan gewoon niet. Natuurlijk kan het ook niet. Maar er is een reden waarom papa of mama zegt van, ik heb liever dat je met een mes op straat loopt. Want, hoe heet het, als die niet met een mes op straat loopt, eye for an eye, tooth for tooth, dan wordt hij gewoon aangepakt. En dat wil zo'n moeder of vader ook niet. En er is een dieper liggende reden waarom die moeder zegt van, ik heb liever dat mijn kind met een mes loopt. En dat is omdat ze sowieso niet veilig zijn. Dus ik heb dan zoiets van, pak de reden aan waarom mama, papa en zoon vooral, zich niet veilig voelt. Mm. In plaats van dat je het kind straft en de ouders straft. Je moet het motief weghalen waarom het kind het mes draagt voordat je mensen gaat aanpakken. Mm-hmm. Nog één vraag, preventief fouilleren, een thema wat verschillend in het land beoordeeld wordt. We hebben het hier ingevoerd in Nissewaard. Hoe ervaren jullie dat? Ja, dat... En een van jullie, ik weet niet meer wie het zei, die was ook even kritisch op mij. Ja. Hè? Zo van, ja, ik had het anders moeten doen. Ja, dat... maar vertel even, want het is interessant voor de ministers om specifiek te weten. Ja, wat ik vind preventief fouilleren is natuurlijk heel goed. Op specifieke locaties waar bijvoorbeeld Heemradlaan hier zo, waar het heel veel steekincidenten geweest zijn, dat je daar preventief fouilleert. Het enige waar ik dan kritisch over was, is dat, groot op nissewaard.nl stond, de kaart van Spijkenisse met A, B, C, D, de plekken waar dan preventief gefouilleerd wordt. Ja, als ik een jongere ben met een mes, ja, dan ga ik niet naar Heemradlaan, dan ga ik naar Spijkenisse Centrum of zo, een metrostation. Ga ik daar, vervelend lopen doen met mijn mes. Dus het moet heel terughoudend zijn. Nee, maar dat snap ik wel. Ja. Ik denk wel hoor, dat de gedachte over preventief fouilleren wel steeds meer overtuiging begint te winnen in het land. Maar daar kunnen jullie wel in vinden dat je op bepaalde locaties, ja, waar gewoon veel incidenten zijn geweest, dat die gevaarlijk zijn, dat je dat daar toepast. Ja. En zeker bijvoorbeeld op scholen en dergelijke. Ja. Want tot die publicatie ben ik verplicht, hè, want anders mag ik het niet doen. Maar je kunt natuurlijk nadenken, hoe moet je dat dan vormgeven? Vandaag is er specifiek een gesprek met jongeren gevoerd ook. Is het iets om in de toekomst weer te gaan doen? Jazeker, want jongeren weten wat er speelt onder jongeren. En die zijn dus wat dat betreft hele goede adviseurs om te vertellen van ja, wat werkt er nou en wat werkt er niet. Dus we hebben natuurlijk de deskundigheid van burgemeesters nodig die vanuit gemeente en vanuit hun verantwoordelijkheid over de politie daar ons kunnen helpen met input. Maar wat zij ons hebben verteld heeft daar ook weer echt wat aan bijgedragen. En hebben ze specifiek iets verteld dat u zegt van daar had ik nog eigenlijk niet zo naar gekeken, of dat nemen we zeker mee? Ja, een van die dingen is dat jongeren verlenen ook status aan het dragen van een wapen en messen. En soms juist je contact met justitie, ja, dat geeft ook wel weer iets van status. En de vraag is hoe we dat nou weten te doorbreken. Hè? Dat je ook gewoon laat zien dat je er niet zomaar mee wegkomt. Dat betekent dat wij er moeten voor zorgen dat als iemand een straf krijgt, dat dat ook snel zichtbaar is. Een soort snelrecht of een soort lik op stuk zou je kunnen zeggen. Dat we ook goed moeten nadenken. Ja, hoe zorgen we ervoor dat meelopers niet achter dit soort jongeren
aanlopen die het verkeerde pad op gaan. Maar eigenlijk iets anders krijgen waaruit ze ook status kunnen verlenen. Hè. Dus zorg ook voor dat er jongerenwerk is, dat er op scholen dingen gebeuren. Waar jongeren iets van hun imago uit kunnen en status uit kunnen ontlenen. Dat is iets wat de jongeren ons meegaven. Van investeer ook daarin. Waarom in Nissewaard? Is dat omdat hier al maatregelen getroffen zijn? Ja, onder andere. En omdat er hier een hele actieve burgemeester is, Voort van Oosten, die ook zei van ja, wij hebben dit probleem hier ook in Nissewaard. Ik zie het bij een aantal van de andere collega-burgemeesters opduiken. Ministers, kom eens even hier naartoe. Dan gaan we daar het gesprek over aan. Dus heel goed initiatief. En denkt u dat na deze vier er misschien meer jongeren zijn die toch gaan praten? Ik hoop het wel. Ik hoop het absoluut. Want weet je, bewustwording begint ook bij de jongeren zelf.